Bezoek, Sint-Nicolaas. En mijn naam is Rietje Barels. Vanuit het klein handelsgebouw in Sommelsdijk is dit de huiskamer. Over Sinterklaas is eigenlijk heel wel bekend. Ik weet dat hij geboren is in Turkije, dat hij een aantal jaren in Spanje woont en dat hij elk jaar zo half november naar Nederland komt per stoomboot. Maar verder weet ik heel weinig van u Sinterklaas. Welkom. Dag mevrouw Barels. Hoe is het met u? Want u bent net aangekomen. Ja, het was natuurlijk weer een lange reis, maar het is toch altijd weer een feest om hier aan te komen. Zeg. Het is echt ongelooflijk hoe druk het weer was en echt... Geweldig, geweldig. Geen aardigheid op zee gehad dit jaar? Niets. Weer? Alles is zeer voorspoedig gegaan dit jaar. Het is ook lang gegeven... warm gebleven. Was dat ook te merken op zee? Nee, het was niet zo te merken op zee. Ik heb begrepen dat het hier in Nederland een hele mode, mooie ja. zomer is geweest. Bij ons was het minder. Ik denk dat het een beetje aan het draaien is. Oh, nou misschien moet u dan gaan overwegen om met de tijd hier meer te komen. Nou, wanneer? ik ga graag weer naar huis. Ik ben er mij eerlijk in. Ik ga echt wel weer graag naar huis. Ja, ja, ja u bent er nou net. Ik blijf hier voorlopig. Lekker, minimaal twee ja. weken nog. Zeker weten, week. blijf nou nog een tijdje. Ja. Ik heb er een heleboel vragen aan u. Mm -hmm. Wist u op heel jonge leeftijd al dat u later Sint-Nicolaas zou worden? Nee, dat wist ik niet. Kijk, uiteindelijk uh, is het een soort van uh, test. Hè. Er zijn meerdere uh, kinderen, mannen, in, op het kasteel, in het klooster. En uiteindelijk moeten wij naar school en hebben wij testen. En uiteindelijk bepalen de ouderen, ja, dat worden potentiële Sinterklaas. Okay, dus en dat je wordt je pas later verteld of je wel een Sinterklaas wordt. Het is niet gezegd dat je Sinterklaas wordt. Het is dus niet vanaf de geboorte bekend. Je moet nee. er echt. Je, je moet daar goed je voor best hebben, voor hebben. Je moet het echt kunnen. Ja. ja. Door wie werd u dan op een gegeven moment verteld van, u mag het worden? Of toen zeiden ze waarschijnlijk, jij mag het worden? Ik weet het niet precies meer, want het is natuurlijk heel lang geleden. Maar ik dacht dat wij met 20 of 22 in de klas zaten. En dan zijn zeven heiligen. En uiteindelijk werden we teruggebracht naar vijf. En een van ons vijven werd het. En ja, en waarom uiteindelijk ze dan voor mij kiezen? Dat is om het even. Maar ze zien iets in je. De cijfers die je haalt op school, het gedrag. Ook de grote. Hè, want het, het, het klinkt misschien heel stom, maar ja, een. een, een nee, Sinterkla jullie moeten, als Sinterklaas moet je er ja. ook overal overheen kunnen. Je kunt kijken. snappen dat een Sinterklaas van 1,50 meter. 50, nee. Dat kan ook niet. Nee, want ik ben ongeveer 1,50 meter en ik sta altijd onder. Nee, dat kan niet. Er zijn allerlei dingen die meespelen. Tot uiteindelijk de Heilige kiezen. Dit wordt hem. Maar betekent dat dan ook dat die andere vier die nog overgebleven waren. In Nederland mogen werken als een hulp, Sinterklaas, of ook niet? Nee, ook niet. Die blijven achter. En natuurlijk hè, in geval van nood. Hè. We, we, ik oefen veel en met paardrijden. Stel dat ik eraf val en mijn ja. been breek. Ja. Ja. Ja, dan gaat een van mijn kompanen gaat. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat ik natuurlijk niet in november naar Nederland kom. Ik moet er niet aan denken. En Sinterklaas met de gipsen been is ook wel heel raar, hè? Nee. Nee, maar ik heb er ook nog nooit. Ik, heb wel eens, ik weet wel dat u wel eens in het verleden van een paard gevallen bent, maar dat had geen gevolgen. Nee, dat klopt. Kijk, het, een val is een val. Ja, ik kan ook mijn been breken of mijn arm breken, ja, maar is het is gelukkig nog nooit gebeurd. He, het is nog nooit gebeurd. Maar stel dat het gebeurt. We hebben nog vier companen terug in Spanje op het kasteel die klaarstaan, ook geoefend hebben. Om is er iets met mij? Word ik ziek? Krijg ik de griep? Uh, noem het, het maar. Hier, oh. Ja, de heerst griep hier. Dan, dan kan er iemand anders komen. Maar uiteindelijk moet de echte ja, komen. Uiteindelijk moet echte komen. Hoe oud was u toen, toen ze dus zeiden van jij mag het worden? Het is natuurlijk een beetje een, een, een mysterie altijd over leeftijd met Sinterklaas. Hè. Ik ben natuurlijk heel oud, maar ik denk dat ik rond de. U weet het niet goed meer. Nee, ik denk dat ik voorbij de tachtig was. Kijk, wow. het is ook natuurlijk een. een ja, de, de, het haar, de baard. Het moet groeien. Het, je moet ook de uitstraling van Sinterklaas krijgen. Dus het is ook niet dat je 30 jaar bent. en dat je dan Sinterklaas wordt. Dat heeft natuurlijk ook met leeftijd te maken. en wereldervaring enzovoort. Dus vroeger was dat allemaal. Ja, natuurlijk. Als ik erbij nadenk. dat was vroeger gewoon zwart. Het was zwart. Het was een korte baard. Het was een stoppelbaard. Het was een snor. Ja, en uiteindelijk gaat het groeien. God, daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Ja, natuurlijk is dat zo. Maar dan vervalt eigenlijk mijn volgende vraag al. Want. De volgende vraag is: droeg u vanaf het moment dat u dus gekozen werd, droeg u toen ook, ik dacht, kinder-Sinterklaas-kleren? Maar dat was dus helemaal niet aan de nee, orde. Nee, nee, nee. Uh, Sint, sinterklaas kleren bestaan niet. Natuurlijk, ze worden hier in Nederland verkocht hè, voor het feest. Dat is leuk. Ik vind dat erg ontzettend leuk als ik aankom en ook niet alleen maar kinderen verkleed zijn als Zwarte Piet. Heel leuk, niks mis mee. En dat er steeds meer kindjes komen als Sinterklaas, met een, een rode mijter. Ja, fantastisch. Maar wij in de opleiding op het kasteel lopen we meer of meer rond in ja soort van joggingpakken, trainingspakken, achtig iets. Wou dat, dat is kon zien, zeg. Heeft u vroeger wel op een, ja, ik denk het wel, op een gewone school gezeten dan? Ja, het was een gewone school, maar het was onderdeel van het kasteel. Dus het, het is niet zo dat wij ochtends met paard en wagen, en later met een busje werden opgehaald en naar school gingen. Nee, het werd bij ons allemaal intern werd het gehouden. En dus ja. in het kasteel gewoon een afdeling waar gespeeld werd ja. of geoefend werd. of ja. waar de pieten, weet ik het, trapezewerk moesten doen. Ja. Dat was ook een deel ja. waar dus. Het is natuurlijk een enorm landgoed waar het kasteel op staat. met heel veel ruimte. Hè. Daarvoor is ja, met al die mandarijnenboomen Ja. Toch? En daarvoor is het altijd lastig te vinden ook, hè, want het is natuurlijk gewoon heel groot. En in dat grote gebouw, ja, daar zit ook de, de school zit daarin, ja. Toen u hoorde dat u, dat u was uitgekozen, hoe reageerde u toen? Want ik kan me ook voorstellen dat u misschien gedacht hebt: Nou, zo leuk vind ik het niet, want het is dodelijk vermoeiend. Je bent trots. trots je hè? bent zo trots. Want wie wordt er nu Sinterklaas? Dat zijn er maar heel weinig. En nog als je uit een groep van 20 tot 22, hè, dat dan de zeven wijzen, de zeven heiligen zeggen: Jij wordt het. Ik denk dat ik drie dagen niet geslapen heb. Zo blij was ik, zo trots was ik. Ja, ik kan me dat voorstellen. Uh, wat vond u bijvoorbeeld de allermoeilijkste dingen die u moest leren toen? Want je gaat waarschijnlijk dan uit dat klasje en dan krijg je een speciale opleiding of zo. Ja, ja. <coughs> de Nederlandse taal. Lastig. Ja. Ik kan niet anders zeggen lastig. Natuurlijk, hè, het Turks, het Spaans. En ik denk ook dat de meesten allemaal makkelijk Engels kunnen spreken. Maar de Nederlandse taal is wel heel erg lastig. Daar heb ik ook heel veel moeite mee gehad. Maar ik vind gewoon, op het moment dat je toch de twee weken hier in Nederland bent, ik moet wel gewoon met de kinderen kunnen praten. En niet altijd maar iemand bij me hebben. He, mijn hoofdpiet, he, mijn rechterhand. Maar hoeft het natuurlijk niet dat hij alles voor mij moet vertalen. Dus de Nederlandse taal moet je echt vloeiend machtig kunnen zijn. Ja, maar ik denk ook dat je het beste contact krijgt op deze manier. Als, je kunt, als, als er hier iemand naast je zou zitten, die elke vraag van mij gaat vertalen, dan is het toch... Anders. Ik vind dat het goed, ik vind het perfect. Dank u. Ik vind dat u plek doet. Bent u opgegroeid in dat kasteel met toen de tijd met kinderzwarte pieten ook? Ik denk dat er ongeveer een goede 300 tot 400 mensen op het landgoed wonen, werken, spelen. Hè, er komen ook mensen aanlopen, die worden verzorgd, die nemen we op in onze gemeenschap. En ja, daar zitten dus ook dan de Zwarte Pieten bij. De zwarte Piet-kinderen zitten daarbij. En zo ontstaat een hele gemeenschap. in goede getrouw met elkaar op zo'n landgoed. Ja. En daar is dus. daar wordt dan ook geselecteerd. net als u bent uitgekozen. wordt daar dus ook geselecteerd. de wegwijspiet. de hoofdpiet. Ja. De, de muziekpiet. al die dingen. Ja. die krijgen daar ook. dat werkt een soort. hetzelfde een beetje. Ja, uiteindelijk. Maar hoe komt dat ene Pietje dan zo suffig? Die, die, die is toch wel. Geeft ook niet. D -d 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 ja, het, het, de enige keuze die ik zelf mag maken is de hoofdpiet. Het okay. is natuurlijk echt mijn, mijn vertrouwensband, mijn rechterhand. He, ik moet kunnen lezen en schrijven met hem. Er mag natuurlijk geen aarzeling tussen, tussen ons tweeën wezen. Dat is de enige die ik zelf mag kiezen. Maar mijn wil, eigen hoofdpiet. Hij heeft wel eens geheimpjes. Dat, dat kan ik wel ik denk hebben. dat we allemaal wat geheimpjes hebben. Toch? Het grote boek. Ik ben reuze benieuwd. Heeft u dat zelf moeten kopen? Was dat een verjaardagscadeau? Of krijg je dat als je wordt benoemd tot Sinterklaas? U rijdt het goed. Ja? Je krijgt het als je benoemd wordt tot Sinterklaas. Dan wordt dat jouw boek. En in mijn boek schrijf ik dan mijn ervaringen. Zou je nou naam ook voor ingezet? Ja. Het wordt, wordt met prachtige penselen wordt het helemaal opgeschilderd voor mij. Ik kan ook zelf zeggen, dit wil ik erin, dat wil ik er niet in. Maar uiteindelijk schrijf ik er zelf heel veel in. En het, ja, ik schrijf daar mijn ervaring op. Ook als ik straks weer terug ben in Spanje, dan doe ik een soort van evaluatie. Ik, ik denk dan terug aan mijn tijd en in evaluatie Nederland. Evaluatie is terugkijken. Terugkijken. Ja. Wat is er goed gegaan? Wat was er heel bijzonder? En natuurlijk ook altijd, ja, wat, wat is er minder goed gegaan? Wat kunnen we volgend jaar veranderen? Doen Ach, we jongen, het nog, nog goed? Kun je altijd na al jaren nog dingen verbeteren? Er zijn altijd weer verbeteringen mogelijk. Absoluut. Heeft u gevoetbald toen u jong was? Ha, ik was er niet goed in. Nee? Nee, maar ook op school, zoals iedereen op school krijgt, en ik, ik, ik heb ook gelezen dat hier in Nederland is dat ook zo, krijg je sport. Ja, ja, dus hadden, ja ik geloof dat het nou ook iets minder is, maar vroeger was het toch ook meer, geloof ik? Ja, ja. sport, gymles dat krijgen we ook. Ja, en onderdeel van gymles. Ja, en als je ook wel, wel, met wat meerdere jongens bent en ook meiden. Ja, dan wordt er wel eens gevraagd, kunnen we ook een keer voetballen? Ja, dan die het... waren er beter, de jongens of de meisjes? Tegenwoordig zijn het de meisjes hoor. Uh, de meisjes waren toen ook al beter. Toen ook al? Toen waren maar de meisjes ook al beter, ja. Ik vind het leuk. Ja, ik vind het leuk. Uh, dat paardrijden, hoe is dat gegaan? Wordt dat, nee, u was al groot, vertelde u toen u gekozen werd. Dus er is nooit een pony geweest. Het is waarschijnlijk in één keer leren op een groot paard rijden dan. Nee, we zijn echt begonnen op een, op een pony. Toch? Wat, wat er gebeurt, hè, hè, nogmaals, als ik terugkijk aan Nederland... en ik begreep dat hier de kinderen met drie of vier jaar naar zwemles gaan. Ja, zeker. Veel water. Het zal wel moeten. Op ons landgoed gaan wij dus met drie of vier jaar beginnen met paardrijden. En dan gaan we dus niet gelijk naar die hele grote. Dat kan niet. Dus we beginnen klein en stapje bij beetje gaan we groter en groter. En Toch? zijn die dan allemaal wit of zijn dat dan nog nee, allerlei? Nee, dat zijn allerlei. En uiteindelijk natuurlijk hè, het paard van Sinterklaas... Net als als, als, als als ik zelf een statige man ben, mijn hoofdpiet een prachtig mooie piet is, moet natuurlijk het paard van Sinterklaas moet ook een fantastisch mooi paard zijn. Loopt, Sinter loopt Zwarte Piet nou bijvoorbeeld als u, thuis, als, u, als u thuis bent, loopt dan Zwarte Piet bijvoorbeeld rondjes of gaat u zelf elke dag een rondje met dat paard? Nee, ik probeer zoveel als mogelijk zelf iedere dag al even naar Amerika toe te gaan. Ik praat ook met Amerika. Americo. Het is als een, als een kind voor me. Hij voelt me, hij ruikt me. Hij is gewoon blij als ik bij hem ben. En ik kan natuurlijk niet zo wezen dat ik hem een paar dagen niet ga zien. Dat wil ik het nee. paard gewoon niet aandoen. Nee, maar dan weet ik bijvoorbeeld, de kinderen in Nederland, uh, mijn kleinzoon ook, uh, die gaat van de week weer een, uh, een, een wortel erin leggen. En dan denk ik, ja, dat paard dat krijgt van, de, van alle kinderen een wortel. Is er nou iets speciaals dat die van u krijgen? Dat, die, dat u zegt van. Ik vertel het niet. U hoeft niet te vertellen. Ik wil het alleen weten: is er iets speciaals dat alleen u geeft aan dat paard? Een kus op zijn oor. Oh, een kus op zijn oor. Ja. Dan weet hij dat ik het ben. Ja, dat snap ik. Ja, ik wilde weten. Nee, dat heeft u al verteld. Hoe lang heeft u moeten oefenen voordat u kon rijden? Maar dat is dus heel geleidelijk aan. Ja, ik zei: u kunt het meer of meer zien hè, als zwemles. Je begint van klein naar zwaan, beetje. en weer een diplomaatje. Maar heeft u dan diploma's moeten halen Ja, ik daarvoor? heb ook gewoon diploma's moeten halen. Voor dat, voor dat ja, paardrijden? En, en het leuke is... Ook een A, B en C? Nee, ze noemen het niet een A, B en C, maar het is meer een, 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 een brevet. Ik haal brevet A, brevet B enzovoort. Maar het leuke is dat het leren ervan van afvallen er ook bij hoort. Ja. ja, kinderen leren ook vallen, dat klopt. En zo moeten wij ook leren. Mocht het paard, mocht Americo toch een keer in paniek raken, is ja? in schrikken van de muziek, van de stoomfluit en hij stijgt en ik zou eraf vallen, dat het natuurlijk niet gelijk deze atreus nou, is. Nou bocht een middelhang want hier hoeft u niet op het paard. Hier staat altijd die, die auto voor u klaar, die staat altijd daar aan het zijwerk, u komt aan bij de haven en dan, ja. dan staat die auto daar klaar en dan gaat u naar het diekruis ja. en dan gaan we zingen. Dus hier hoeft u gelukkig niet op het paard. Nee kijk, Americo is natuurlijk ook lang onderweg. moet even moet wennen aan, aan het Nederlandse, naar lekker naar stal. Water, verstroom. Even evenwicht. Evense evenwicht. En zich goed opladen voor de komende drukke twee weken. Ja. Wat draagt u voor kleding als u in Spanje bent? Vroeger, dus die joggingpakken. Ja. Maar als je eenmaal op leeftijd bent, weet ik niet. zijn dat dan oudere mannen joggingpakken? Nee, kijk, de meter gaat snel af. Hè. Ja. Ik heb dan een hele mooie werkmeter. Ja. Ik denk dat ze het hier in Nederland meer. een... Een baseball noemen, een Nee, ik noem het echt een werkmeiter. Ik vind hem mooi. Een werk, Nee, een werk... Hoe werk. noem ik hem? Ja, het is een makkelijke pet. Ja. Kijk, het is niet zo dat, dat, dat mijn haar alle kanten op gaat waaien en omhoog gaat staan. Daarvoor... De, ik, ik draag, ik denk wel negen van de tien keer een, een, een mooie pet. En daarnaast, uh, uh, de mantel gaat uit. De mantel is gewoon zwaar. Want ik... Ja, voor de en warm. En warm. Dus ik heb vaak een wat luchtige mantel aan. En, en zo vermaak ik me, ja. Ja. Wat is uw... Oh, daar ben ik zo benieuwd naar. Ik hou het meest van ertessoep. Maar ik ben zo benieuwd wat uw lievelingseten is. Lastige vraag. Ik, uh, ik, ik ben dol op paella. Toch? Dat dus is Ik waard. ben toch op paella ik zo dacht, dol. Ik dacht, die komt met een Turkse pizza of nee, die komt met... Nee, uh, weet nee. ik het aan? Nee. Het paella met, met de grote garnalen, dat is wel echt wel mijn favoriet. Dus ik kan daar enorm aan genieten. Maar hier in Nederland dan? Hier in Nederland, aardappelen en spinazie. Nee, aardappelen en spinazie. Dat kunnen wij eigenlijk niet daar. En toch, hier, het ongewoon. Gewoon met een gekookt eitje erbij. En het liefst een klein stukje vlees. Ook een stukje vlees. oké. Als u vrije tijd heeft, als dat al is vormd, wat doet u dan? Lezen. Over ons, over Nederland, over Spanje. Over ontwikkelingen in de wereld. Want ja, het is altijd belangrijk hè. Hoe, hoe staat de wereld daarin? Gaat het goed de kant op? Gaat het de verkeerde kant op? Eh, ik hoor nu heel veel verhalen over plastic soep. Ja. Ik heb me moeten verdiepen. Heeft u niet, niks gezien? Ik, ik heb onderweg. Op zee helemaal, nee, ik heb. Nee, maar jullie nee, doen ook geen havens aan natuurlijk. Nee, he, nee dus op, op zee valt het dan niet op. Kijk, je vaart en dan, dan valt het niet op. Maar ik heb echt begrepen dat, dat plastic soep momenteel een groot probleem is. Dan vind ik dat maar het is geen soep hoor. Ze noemen het plastic soep, maar het is geen soep. Denk dat nou niet. Nee. Het is plastic rotzooi die ze in het water gooien. Mm -hmm. Maar ik vind het voor mezelf belangrijk om te weten waar men over praat. Ja. He, je bent toch twee weken weer hier. En als ik wat hoor over discussie, ja dan vind ik het altijd wel interessant en goed van mezelf dat ik al een klein beetje het. weet hoe het ermee zit. Maar u ja. wist eigenlijk al dus dat het niet echt soep was. U wist al dat het rotzooi was. Ja, het, het, is, het is plastic afval. He. Er zijn natuurlijk altijd discussies over... De milieumensen en de industriemensen, is het nou rotzooi of is het nou noodzakelijk kwaad? Maar het kan toch niet wezen dat er zoveel plastic in het water terecht komt. Dat kan voor mij nooit de, de insteek wezen, nee. U leest dus in uw vrije tijd. Luistert u ook wel eens naar muziek? Ik bedoel, bij mij gaat nou echt, ik, nou u er eenmaal bent, bij mij gaat nou elke dag de Sinterklaasliedjes gaan, uh, gaan eruit. Ja kijk, muziek maken wordt, zel, wordt zelf gemaakt op het kasteel. Dus we hebben geen radio, maar ja, ook de 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 pieten, de andere mensen op het landgoed maken zelf muziek. En wij nemen vaak mee terug van Nederland de leuke liedjes. Hè. Over de tijd zijn er altijd wel weer nieuwe liedjes bijgekomen, andere ja, liedjes. Houden jullie ook allemaal van, van ja, nieuwe da, ja, ja Maar ja. moeten het moet het dan wel betrekking hebben op Sinterklaas? Of zeggen u nee? Ik vind bijvoorbeeld een liedje gewoon wat. Wat leuk is over de zomer of over sneeuw, of kan me niet schelen. Want sneeuw hebben jullie bijna niet? Vinden, nee. jullie, vinden jullie dat dan ook leuk? Even goed. Vind ik ook wel leuk. Maar het leukste blijft toch wel de Sinterklaas-liedjes. Ik geniet ervan, ja. Dus er moeten eigenlijk weer nieuwe Sinterklaas-liedjes bij komen. Het zou erg mooi zijn als er toch weer enkele nieuwe liedjes bij zouden komen. En Ik denk ook wel dat dat, dat kan. Hè. Nogmaals, er zijn veranderingen in de wereld. Het feest is een klein beetje aan het veranderen. Dus misschien moeten we ook wel eens wat denken over. Zijn er misschien mogelijkheden tot één of twee, drie nieuwe liedjes? Dat zou fantastisch zijn. Ja, maar ja. Lastig. Er zijn slimme mensen voor, denk ik, die dat kunnen maken. Nee, maar ik denk ook... Al, nou, nee, maar ik denk dat ze ook inspiratie opdoen. U bent hier nu weer. Dus dan, dan, dan worden ze er weer helemaal mee geconfronteerd. Ja. Dus ik denk, dat gebeurt toch? Je bent ergens mee bezig. En dan, 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 dan gaat dat weer makkelijker. Het feest moet het blijven, hè? Ja, het feest laten, we dat, laten we dat nooit vergeten. Zeker. Het feest moet blijven. Zeker. Ik heb een nagekomen vraag. De laatste. Prima. En die werd vandaag gesteld of u een mailadres heeft. Zodat brieven niet meer in de schoenen gestopt hoeven te worden. Ik heb... En die, 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 die mevrouw die zei tegen me... Als ik zijn mailadres heb, kan ik hem morgen zelf een mailtje sturen. Nee, ik heb niet persoonlijk een mailadres. Helaas. Ik denk ook dat dat misschien niet goed is. Stel nou dat wij voor televisie, voor de huiskamer nu zeggen, dit is het mailadres van Sint-Nicolaas. Dan worden jullie helemaal gek. Ik denk dat de computers vastlopen. Dat heel Spanje onderuit gaat qua internet. Maar ja, als ik nou aan u vraag van de mensen die, die toch niet, liever niet in de schoen willen doen, dat kan er van alle, allerlei Kom. redenen kunnen zijn, mogen die nou mij een berichtje sturen en dat ik ze dan vandaag of morgen... Aan een zwarte Piet afgeven, kan dat dan? Graag, dat is vaak de juiste route. Hè. Ik dat ben nu, print bij... ik ze wel uit. Ja, dan... Ik ben nu bij u, dus als u ze verzamelt en zorgt dat ze bij ons, hè, bij de Hoofdpiet, bij de, bij de internetpiet of bij mij Geef oh ja, ja, mijn... ik kom je vast. Ik kom u ja? kom vast of, of een zwarte Piet, ik kom ze de komende weken. Dat kom is de route die tegen. we moeten volgen. Want nogmaals, het is ondoenlijk om iedereen te laten e-mailen. Ja, ik begrijp het ook wel. Maar het was een vraag die ik vandaag ja, kreeg. Goede dus vraag, denk, hele een goede toch... vraag. Ik kon hem ja. toch even stellen. Ja. Ja. Ik dank u heel hartelijk voor uw komst. Uh, ja, nou ja, ik zie u uh, ergens, want ik blijf, u, ik blijf overal achter u aangaan. Ja. Hier op GroeGee, Overvlakke of ergens anders waar ik op kom. En uh, ik moest u de groeten van DJ doen, dat is dus, uh, nou ja. ja, dat weet u, mijn ja. kleinzoon. Ja. Dan moest ik de groeten doen. En als u nou nog even blijft zitten, dan sluit ik af. Prima, ik vond het ontzettend leuk weer om hier te zijn. Ja, wij ook. Ja. We waren er heel blij mee. Ja. Dat was het dan weer voor deze week en volgende week ben ik terug met andere gasten en een ander onderwerp. En als u thuis nu denkt, ik heb een activiteit, een hobby of een onderwerp waarover ik ook graag eens met haar van gedachten wil wisselen, neem dan contact met ons op. Dat kan via huiskamergo.kpnplanet.nl en deze uitzending is terug te zien via Slogo, maar ook via Ziggo kanaal 36 en KPN kanaal 1371 daarnaast altijd terug te zien via www.huiskamervanflake.nl en mijn eigen Facebookpagina graag tot volgende week en hele fijne feestdagen met Sinterklaas dag leuk hè het Vind was het ontzettend leuk, leuk. ja, leuk, hè? ja. Het zo, ik zag hem dat straks de mensen omhoog de bovenduiken die moeten weten te lachen ja. het is ja. ontzettend leuk dieze vragen die woorden en dat ook ja, en ik heb ze uh, wat heb ik, twee, drie weken al even de eerste ja, keer contact Ik had ja. denk, of een week later al te vragen. Ja. En toch ja. ga je dan over nadenken. Wat ga ik vertellen? Wat wat, 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 wat je ik dit voor, is nou juist van mensen met andere gedachten en andere belevingen.